Goedenavond. Wij staan hier in het gebouw van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Eemdijk. De vereniging heeft besloten na 115 jaar de naam te veranderen. Wij gaan eens even op zoek naar de voorzitter om te kijken wat hiervoor de reden is. Goedenavond Dirk-Jan. Ik begreep, jij bent de voorzitter. Zou je ons wat meer kunnen vertellen waarom na 115 jaar deze naamsverandering plaatsvindt? Ja, dat kan ik. Leuk dat jullie er zijn. Na 115 jaar, dat is echt wel heel erg lang, is deze school niet meer een eenpitter zoals dat altijd heeft geheten. Maar maken we nu deel uit van een grotere vereniging waar ook 5 scholen in Bunschoten bij horen. En waarom? Ja, om de kwaliteit van het onderwijs op het niveau te houden wat vandaag de dag nodig is en verwacht wordt van ons. En ook om het financieel allemaal rijlende en zeilend te houden, hebben wij gemeend om dat na 2-3 jaar onderzoek en begeleid door Veres, de besturenraad, om dat tot een fusie te laten komen. En dat is per 1 januari van dit jaar gebeurd. Dus in principe ben ik ook geen voorzitter meer. Ik ben nu ouder van deze school. Spakenburg zijn 2 schoolverenigingen, voor gereformeerd onderwijs en 1 voor protestant-christelijk onderwijs. En bij die laatste hebben wij ons niet zozeer aangesloten, maar die 2 verenigingen, onze met 1 school en die in Bunschoten, de Van Goor, van 5 scholen, die zijn samen opgegaan in die ene nieuwe vereniging. En daar was al een voorzitter en die is tegelijk, dat die bestuurder is, ook bovenschools directeur van de schoolvereniging. En dat is degene die daar het dagelijks bestuur vormt. En daar is nog wel een schoolbestuur, maar die houden dan toezicht op het functioneren van het dagelijks bestuur. En er zijn 2 bestuursleden van onze vereniging die nu ook deelnemen aan het bestuur in het toezichthoudend deel daarvan in Bunschoten. Dus ik ben inderdaad na 10 jaar voorzitter te zijn geweest, heb ik het stokje over kunnen geven. Ja. En dat is dat voelt wel goed, ja. Goed. Ja, dat voelt goed. Ja. We hebben er ook alle vertrouwen in dat die aansluiting dat goed gaat. Want we werkten natuurlijk op veel gebieden al samen met de schoolvereniging in Bunschoten. Dus dat loopt in principe allemaal gewoon door. Voor de kinderen en voor het personeel op de school zal dat verder geen consequenties hebben. Nou ja, dus ik begrijp, je geeft het over met een gerust hart. Absoluut, dat is zeker het geval. En we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wie ziet u hier op de foto? Onze oudste en de middelste dochter. Oudste dochter en de middelste. Wij woonden vanaf 1980 op een dijk. Dit is de oudste dochter. En dit is de middelste. Die hebben allebei op school gezeten hier. Ik heb begrepen dat u een van de oudste leerlingen bent van deze school. Dat kan hier, als ik hier omheen kijk, ja. Dat klopt. Daar word ik heel stil van. Wordt u daar stil van? Ja, dat ik oudste ben. In 1951 ging ik naar school. En ik ben van 44, was bijna 7 jaar toen ik naar school ging. 7 jaar? Ja, we gingen 1 april naar school. Ja. En ik was in mei jarig. Dus dan... Ja. Ik was bijna 7 jaar toen ik naar school ging. Hoe eenvoudig het ook was vroeger. Ja. Ja, ondanks toch genoten. Nou. Ja, dat is mooi. Dat is mooi te horen. Ja. Ik zie hier allemaal gebakjes staan met hele mooie kleuren. Zou dit misschien nog wat betekenen? Ik ga dat eens even navragen. Daar een heel mooi verhaal bij vertellen, denk ik. Maar dan gaan we het denk ik voornamelijk over de kleur groen hebben. En het roze en het blauwe, dat lijkt op een nieuwe geboorte natuurlijk. Hè? En dat is een genderneutrale iets. Hè? Het kan roze zijn, het kan blauw zijn. Maar de nieuwe kleuren van de vereniging, dat is natuurlijk paars en groen. Hè? En groen is dan van de groei, het nieuwe, het ontluikende. En het paarse is dan van toch wel de rust en de creativiteit. En ook de samenvoeging van de 2 kleuren eigenlijk.